Ga je mee, Takkie? roept Jip. Waf, waf, zegt Takkie. En dat betekent. Graag, baasje. Kom, zegt Jip. We gaan een eindje wandelen. Janneke gaat ook mee. Daar lopen ze met zijn drietjes. Takkie vindt het fijn. Hij wil altijd mee. Soms probeert hij de vogeltjes te vangen. Maar dat lukt nooit. De vogeltjes zijn veel te vlug. Waf, waf, roept Takkie weer. En dat betekent. Kon ik maar vliegen, dan ving ik ze wel. Nou moet je hier blijven, zegt Janneke. En niet al door zo hard rennen, Takkie. Maar Takkie is door het dolle heen. O jee, wat is dat? Daar zit een poes, boven op de vensterbank. De vensterbank van een huis. Takkie gaat er vlak voor staan. En hij blaft zo hard. Waf, waf, waf. De poes staat op. Ze zet een hoge rug op en ze krijgt een hele dikke staart. Hier, Tak, roept Jip. Kom hier, Tak, roept Janneke. Maar Takkie komt niet. Hij springt naar boven, naar de poes. Hij wil de poes bijten en dan slaat de poes met haar poot. O, o, boven op de neus van Takkie, met al haar nageltjes. Ying, 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 huilt Takkie. En nu komt hij terug. Hij heeft een krap over zijn neus en het doet pijn. Zie je wel, zegt Jip, dat heb je er nou van. Takkie heeft zijn staart tussen zijn pootjes. Hij is heel verdrietig. Janneke neemt hem op en ze draagt hem naar huis. Wacht maar hoor, zegt ze, we zullen er thuis een pleister op doen. En als ze thuis zijn, doen ze een pleister op Tak's neus. Het staat erg mooi, maar Takkie is er niet blij mee. Hij wrijft met zijn poot langs zijn neus en hij boent met zijn neus tegen de deur net zo lang dat de pleister eraf is. Domme takkie, zegt Jip. Laat maar, zegt moeder. Hondjes houden niet van pleisters. En het gaat vanzelf al over. Zul je nu nooit meer tegen vreemde poesjes blaffen, vraagt Jip. Je hebt nu gezien wat er dan gebeurt. Baf, zegt takkie. En dat betekent, als ik die poes nog eens zie, doe ik het weer. Want Taki is een erg dom hondje.